kers op de taart op het seizoen ontbreekt nu. Maar we moeten niet vergeten dat hij natuurlijk wel de morele winnaar van dit seizoen is. En voor mij blijft hij dat ook. Nee, vorig jaar was ik niet op mijn waarde geklopt. En dan ben ik vandaag wel. En dat is het grote verschil. Mathieu was uiteraard de topfavoriet, wat niet meer als normaal is na zoveel overwinningen. Hij was absoluut de sterkste dit seizoen en zo zal hij ook onthouden worden na dit seizoen, denk ik.